Hallo allemaal en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe unboxing video op het NABV YouTube kanaal. We hebben vandaag weer een... No, God! No, God, please, no! No! Voor jullie en ja, we gaan hem er gewoon weer even bij pakken. Zo, de Raven MEU 1911 Series MEU Black van Nuprol. Nuprol kennen jullie misschien wel van het gas. Ja, het is een gas blowback, dus dat is misschien niet heel gek. Laten we hem even openmaken. Ja, daar is die. Ah, kijk, eerst de boekjes natuurlijk. Altijd handig. Nou, mocht je nog je hele apparaat uit elkaar willen halen, zit daar ook een boekje voorbij. Oh, mooi is die, hè? 1911. Ja, ik ben zelf groot fan van de 1911. Dus misschien lichtelijk bevooroordeeld. Ik vind het gewoon een mooi model. Kijk, het apparaat. Magazijn. En een heleboel cadeautjes. Even kijken. Blowback unit. Extra. Oh ja, yeah. For CO2 use. Dit is dit ding voor als je er een CO2 patroon in gaat doen. Handig, slim. En zelfs een extra veer voor CO2 use. Ja, je kan het er maar bij hebben. Hier nog een heel spannend apparaat. Vast er iets mee te maken voor als je hem uit elkaar gaat halen en er moeilijke dingen mee gaat doen. Goed, laten we eerst eens even kijken naar het apparaat. Het is heel simpel, standaard MEU 1911 model. Zwart, pikzwart, matzwart, mooi. Van voor naar achter, er zit niks op waar je zomaar even een tracer of iets anders of een silencer op kan zetten. De iron sights zitten er wel op, zijn ook verstelbaar aan de achterkant. Wat ik alleen jammer vind altijd is dat ze er niet iets van stipjes op doen. Zeker als het donker is. Als je hiermee in het donker gaat spelen, heb je er en geen lampje op zitten. Want er zit geen rail op. En geen stipjes waarmee je goed kan richten. Dus je moet echt een beetje weten wat je hiermee moet doen. Verder gewoon de standaard safety. Voor de 1911. Dus zowel hier als de grip safety. Hij ligt lekker in de hand. Is niet te zwaar. Ja, hij voelt lekker. Laten we even naar de specs gaan kijken. Dat waren dus de specs. Ondertussen heb ik even nog zitten kijken naar alles wat erbij zit. En ik zie dat er bij de blowback unit ook echt nog een hele hoop rubbertjes zitten. Dat is altijd wel handig. Dat zijn wel dingen die snel uitdrogen of kapot gaan. Dus als je handig bent, is het wel handig om die dingen ook te hebben. Waarom ze er nou zo'n extra blowback unit bij geven, dat weet ik niet helemaal zeker. Ik ben een beetje bang dat die dan snel kapot gaat. En dat je moet gaan vervangen. En dat ze er daarom een extra bij geven. Maar... whatever, we gaan het zien, we gaan het merken. Ik kan er verder niet zoveel meer over zeggen tot we ermee gaan schieten, dus laten we dat gaan doen. Zo, daar zijn we weer. Ja, het is een handwapen. Ja. Ik kan er niet zoveel over zeggen. Hij functioneert zoals hij moet functioneren. Hij schiet best goed. Hij ligt
best lekker in de hand. Hij richt, oké. Ja, wat we merken is, de temperatuur is natuurlijk laag. En dan heb je wat gedoe met je green gas. Want dan, nou, dan gaat het niet zo lang mee. En dan zie je op een gegeven moment dat de kracht wat minder wordt. Dus wij dachten, oké, er zitten allemaal spulletjes bij om hem even om te bouwen naar CO2. Dachten, dat gaan we even doen. Maar nu, Prol, moet je wel even CO2-magazijn meeleveren volgende keer. Want dat zit er niet bij. Dus die zou je los moeten kopen. CO2 doet het natuurlijk wat beter met koud weer. Ook wel interessant om in de gaten te houden als je nu gaat skurmen. Het is kouder. Kijk of je green gas of CO2 mee wil nemen. Of misschien een AEG gewoon. Goed, al met al zou ik hem kopen als je het modelletje tof vindt. Ja, kun je hem prima kopen. Hij functioneert zoals hij functioneert. Hij doet het goed. Ik heb zelf liever iets waar ik ook een lampje op kan zetten. Ik vind zelf persoonlijk dat de richtmiddelen net niet toereikend zijn. Ik vind het altijd fijn als er stipjes op zitten. Maar dat is helemaal persoonlijke voorkeur. Dus, weet je wat? Kom hem gewoon zelf even uitproberen. Dat lijkt me gewoon het beste idee. En dan zie ik je misschien hier op het NRC. En anders zie ik je gewoon de volgende keer weer. Tot ziens!